Welkom bij Topnames vanavond zonder Roeland Stekelenburg, want die zit in de arena naar Ajax te kijken. Er is maar één reden voor Stekel om niet te komen, dat is Ajax. En dat gunnen we hem hopelijk met een goed eindresultaat. Guido van Ispen, Guido, je bent er gelukkig wel. Mensen kennen je van de mooie foto's die je altijd maakt en kennen je, want dat was de laatste keer dat je hier te gast was, van People-Centered Economy. Je moet toch eerst gewoon weer even bij het begin beginnen. Wat is dat? Dankjewel, leuk dat ik weer mag zijn. En dat is ook een reden dat ik er vandaag ben. En ik ben een tijdje geleden geweest. En wat we vandaag hebben gelanceerd is de People-Centered Economy voor Nederland. Dus ik zal daar heel even weer uitleggen wat die People-Centered Economy is. Maar we hebben gezegd, het is ook belangrijk dat we gewoon echt iets specifiek voor Nederland gaan doen. Eén stapje terug over de People-Centered Economy is een concept wat in Amerika, in Silicon Valley, is bedacht. Als een nieuw model voor de economie. De traditionele economie bestaat uit heel erg taakgeoriënteerd. Dus je hebt bepaalde taken, als je die voldoet, dan komt er iets moois uit. En mensen die daar het onderdeel van uitmaken, die moeten die taken optimaal vervullen. En als er iets anders het beter kan, een robot of software, nou, dan worden die mensen vervangen. Want het gaat over efficiëntie van het proces. Wij hebben gezegd in Amerika, onder leiding van Vintsurf, een van de uitvinders van het internet, het is eigenlijk heel vreemd dat we innovatie voornamelijk inzetten om of mensen dingen te laten kopen. Dus we zijn allemaal gewend aan de aanbeveling die je krijgt als je iets wil kopen of hebt gekocht. Of om zeg maar, processen efficiënter te maken en mensen daaruit te drukken of minder te laten verdienen. Waarom kunnen we dat niet omdraaien? Waarom kunnen we niet een economie en innovatie creëren die er juist voor zorgt en dat je beter tot je recht komt, dat je meer kunt leren en dat je beter kunt verdienen. Nou, dat concept hebben we een aantal jaar geleden bedacht. Daar hebben we een aantal boeken over geschreven. Ik was er in het voorjaar hier om dat Amerikaanse boek wat we hebben uitgebracht daarover te bespreken. En dat is zeg maar de achtergrond. Hoe zorg je nou dat je een economie creëert waar mensen waarde toegevoegd krijgen en waar de economie bouwt op het versterken van de mens als werkzame persoon en niet om zo efficiënt mogelijk alleen maar die taken te doen en die mensen uit te duwen. Ja, maar nobel klinkt als een nobel streven en tegelijkertijd is dat nou eenmaal het systeem. Hè? We leven in een kapitalistische samenleving en een kapitalistische samenleving gaat meer verdienen. En hoe verdien je meer door efficiënter dingen te doen, et cetera. Dat is hoe we werken, dat is, Vintsurf werkt, is je nog steeds aan Google verbonden? Google, zeker. Nou, Google is daar best heel goed in zelf. Je zegt Silicon Valley, weet je wel. Facebook is daar ook heel goed in. Moeten we ons er niet bij neerleggen dat dit gewoon is hoe de wereld is die we kennelijk met z'n allen willen? Nou ja, ik denk, er zijn twee manieren om naar te kijken. Je kunt er, zeg maar, filosofisch naar kijken. Vinden we nou met z'n allen dat we dit willen? En daar is heel veel over te zeggen. Dus als je bijvoorbeeld ook kijkt naar wat in Amerika hebben ze daar een mooie index voor, die heet de Job Quality Index. En die laat zien dat ondanks dat de werkgelegenheid als geheel stijgt, het verschil van mensen die zeg maar meer dan een modaal verdienen versus de mensen die minder dan een modaal verdienen, steeds slechter wordt. Dus je hebt mensen die meer verdienen, maar dat aantal wordt relatief steeds kleiner ten opzichte van mensen die minder verdienen. Nou, dat is een reden daarvan is die taakgeoriënteerde economie. De techbedrijven laten zien dat je met heel weinig mensen, die op zich heel goed betaald en beloond worden, heel veel kunt doen. Nou ja, kun je zeggen, ja, dat is de maatschappij. Weet je wel. Ja, het is niet anders. De andere kant is de economische kant. Van. Kun je daar nou ook gewoon geld mee verdienen? Want ik geloof zelf, en dat geloven eigenlijk allemaal die in dat model geloven, dat als je er geen goed kapitalistisch model voor kunt bedenken, ja, dan heb je alleen maar een filosofische discussie. En dat is best wel een ingewikkelde. Want daar kun je alles over vinden, maar je hoeft het niet te doen. Dus ik denk, een van de dingen die we zien, is dat er ook gewoon een heel goed economisch model voor te bedenken is. En sterker nog, dat model is er. In dat congres wat we vandaag organiseerden, hadden we een aantal snel groeiende IT-bedrijven. En die gaven aan dat het ongelooflijk belangrijk is voor hen om mensen te vinden. Dus dan denk ik, nou, dat is niet zo ingewikkeld. Maar om die mensen binnen te houden, moeten ze ontzettend op die mensen richten. En wij hebben daarvoor een model ontwikkeld rondom drie thema's. Wat leer je, wat verdien je en wat geef je terug aan de maatschappij? De Amerikaanse learn, earn, return gedachte. Heel lang was het model,
Je gaat naar school, je gaat naar de universiteit, dan ga je werken, dan verdien je geld. En als je dat allemaal klaar hebt, dan ga je mooie dingen voor de maatschappij doen. Er wordt nu gezegd de millennials, maar ik denk dat het eigenlijk de tijdgeest die zorgt ervoor dat je dat steeds meer gaat combineren. En mensen willen die combinatie van hebben, ze willen gewoon geld verdienen, maar ze willen ook leren voor de volgende stap. En ze willen ook nog een keer het gevoel hebben dat ze iets nuttigs doen. Geloof jij dat echt? Is dat niet ook een heel modieus ding? Ik bedoel, kijk, wat je ziet is bijvoorbeeld, kijk, laten we gewoon even naar Nederland kijken. Purpose zou toch moeten zijn met z'n allen een sustainable wereld hebben die er is voor toekomstige generaties. Ja. Op het moment dat er ook maar iets gebeurt wat in dicht bij mensen komt, hè, waar ze zelf last van krijgen, gaan ze allemaal meteen achterover. Dus die purpose die is er alleen als die op afstand is. Nee, maar dus wat ik zeg is, als jij een organisatie hebt, weet je, dan is het heel erg belangrijk dat je gemotiveerde medewerkers hebt. Nou, die motivatie van die mensen gaat over die drie assen. Dus hoe meer, hoe beter ze betrokken zijn bij je onderneming, hoe gemotiveerder ze zijn, hoe beter jij functioneert. Dus als die purpose minder van belang zou zijn, om wat voor reden dan ook, dat betekent dus als je organisatie dan ze of meer moet laten leren, of meer moet betalen, of maar moet hopen dat het overal dezelfde ellende is, en dat iedereen dan weer blijft zitten. Maar dat is niet zo. Dus als je kijkt naar die organisaties en die bedrijfstakken waar heel veel mensen nodig zijn, die moeten zich hierop focussen. Want anders krijgen ze die mensen gewoon niet, dan blijven ze gewoon niet. Dus het feit dat je voorbeelden krijgt die laten zien dat het gewoon werkt, en sterker nog, dat je er echt op kunt zinspelen en daar iets mee kunt doen, die zijn er. En ik denk dat die bedrijven die dat het beste gaan inzetten, dat is ook gewoon de gesprekken die we vandaag hadden, die heel goed snappen waarom zijn wij mensen hier. Zijn ze tevreden of niet op die drie punten? En als ze dat niet zijn, kunnen we daar iets mee? Dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. En als je je niet richt op het individu, en ik vond het een aardig zijvoorbeeldje. Wij vroegen, er was iemand die, je mag gewoon bij LinkedIn de publieke data scrapen. En toen vroegen van hoeveel persoonlijke e-mailadressen versus businessadressen zitten er nou bij. En dan is het aantal businessadressen in LinkedIn kleiner dan 5%. Dus de meeste mensen die in LinkedIn zitten gebruiken gewoon een persoonlijk adres. En dan zie je dat die kanteling naar het individu gewoon aan het gebeuren is. Dus waar ooit men dacht van ik ga heel mijn leven bij Philips werken, is iedereen nu zich ontzettend van bewust. Die onzekerheid is er, die onrust is er. En misschien vindt de millennial het allemaal niet erg en die vindt het allemaal leuk, en vindt iemand van 65 het allemaal heel erg eng. Maar die beweging is wel richting het individu. En wij zeggen, richt je daar dan ook op? Want dat betekent namelijk dat je in ieder geval de grootste kans hebt om een gemotiveerde medewerker te krijgen die wat hij moet doen het beste doet. En waar je ook kunt kijken, waar is hij nou eigenlijk het beste in? En vaak gebeurt dat natuurlijk nu niet. Nu wordt er gewoon gekeken van, wat moet er gebeuren? Hebben we daar de mensen voor? En hebben we die mensen niet? Kunnen we ze eventueel trainen en zo niet van die mensen af en andere mensen erin? Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel onrustig model. Ja, maar zijn niet alle grote successen van dit moment voorbeelden toch van bedrijven die zoveel mogelijk werk doen met zo min mogelijk mensen? Ja, en dat is een van de zaken die je ziet. Dus een groot probleem voor bijvoorbeeld de Nederlandse maatschappij is dat grote bedrijven in Nederland kleiner worden en er niet heel veel nieuwe, hele grote bedrijven komen. En dus het is niet dat je van de Rabo die bezuinigt naar Adyen kunt die zeg maar 10.000 man aan de andere kant neemt. Nee. Want die verhoudingen zijn gewoon heel anders geworden. De techbedrijven zorgen niet voor zulke hele grote werkgelegenheid. Nou, dat is natuurlijk best wel een groot issue. En die bedrijven die groeien zoeken bijna allemaal dezelfde mensen. Dus ik weet niet of ik dat vorige keer verteld heb, maar er zijn grote McKinsey-onderzoeken geweest die laten zien dat deze periode, zeg maar, de komende 5 jaar... ongeveer 1,3 miljoen mensen banen zullen verliezen door productiviteitsveranderingen, automatisering, what have you. En dat er ongeveer 1,5 miljoen nieuwe banen gaan komen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die ene groep mensen die andere banen in gaat vullen. Nou, dat is echt wel een force issue. Maar daar liggen dus ook hele grote kansen. Want als je niet op die individuen gaat sturen, ja, dan wordt het natuurlijk alleen maar erger. Ja, hey, maar Vandaag had je hier een bijeenkomst. Wat heb je daar gepresenteerd?
We hebben het eerste wat we gepresenteerd hebben is zeg maar korte theorie die ik je net uitleggen. Want het is voor iedereen, nog niet voor iedereen is het gesneden koek. Ja. We hopen natuurlijk dat dat het wel wordt. Hè, omdat het zoveel dingen die we net al bespraken eigenlijk in zich heeft. Maar ook gewoon een vorm geeft. En we hebben besproken wat wij noemen de PCE-index. Dat is een model wat we ontwikkeld hebben en een tooling waarmee we met een groot aantal vragen, die kunnen we tunen, die drie onderdelen kunnen meten in de organisatie. En dus wij kunnen, dat bereiden we voor met de organisatie en dan zeggen we aan de medewerkers en aan de management, vragen we dan op die drie gebieden vragen we ze af. Bijvoorbeeld, hoe vind je dat je zelf scoort op wat je verdient? En dan geven mensen daar een idee. Hoe vind je dat je scoort op wat je hier leert? Ja. De zaken die je hier leert, leer je die om hier de taken uit te kunnen voeren? Of leer je die voor jezelf om verder te gaan? Nou, wat dan heel inzichtelijk is uit die toolings die we hebben nu de MVP een aantal keer geprobeerd. En die gaan we in 2020 echt proberen fors uit te zetten. Wat je daar ziet is dat je een beeld krijgt van zo'n organisatie over hoe die mensen vinden dat ze gewaardeerd worden op die drie elementen. En één ding weet je natuurlijk zeker, als die scores op score van 0 tot 10, als die 5 of lager zijn, heb je per definitie waarschijnlijk niet erg betrokken, ongemotiveerde medewerkers die het doen omdat ze niks anders kunnen. Dat is natuurlijk A is één ding. En bij sommige organisaties waar het heel goed gaat, en waar je zeg maar en een mooie maatschappelijke waarde hebt en goed verdient en ook nog eens een keer hoop kunt leren, vaak is dat, en dat is ook precies wat jij net aangaf, Erwin, is dat in omgevingen waar enorm tekorten zijn. Dus die mensen zijn super happy, maar ze kunnen op alle drie de factoren waarschijnlijk bij de volgende nog beter krijgen. Ja. Als je heel simpel kijkt naar bijvoorbeeld verkopers die cloud producten moeten verkopen. Nou, zowel Google als Salesforce, als Microsoft, als Amazon hebben allemaal te weinig. Ja. En dus waarschijnlijk als je die test of als je die tooling zou uitrollen daar, zou je zeggen, nou weet je, we verdienen hartstikke veel en we leren hartstikke veel. En we hebben ook nog het idee dat we echt iets nuttigs voor de maatschappij aan het doen zijn. Maar waarschijnlijk, als ze dan zeggen, ja, maar je hebt nu overal een 8. En dan zijn dat mensen waarschijnlijk denken, nou, misschien willen we wel naar een 9 toe. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het rare van wat je net zelf ook al beschrijft. Je krijgt een aantal bedrijven waar alles eigenlijk goed gaat. Waar de individuen goed betaald worden en hard kunnen werken, maar ook een hoop kunnen leren. Maar je hebt ook organisaties waar tegenovergestelde is, namelijk waar ze niet goed betaald worden. Ik kan me voorstellen als jij in een drive-thru loket staat en mensen een zakje hamburgers moet geven. En als je dan invult en zeg je, nou, betalen is waardeloos, ik leer er niks. En ik heb ook niet echt idee dat ik daar iets toevoeg aan de maatschappij. Nee, maar wat kan je dan, kijk, dus als je richt zeg maar op die club van technologiebedrijven, en daar zitten ook nog middelen om de dingen te veranderen. Als je nou juist naar die andere categorie kijkt, bijvoorbeeld, of de McDonald's-achtige van deze wereld, of misschien wel kleinere, midden- en kleinbedrijven. Ja. Wat kunnen die hiermee? Want als ik nu de stad fiets en ik wil in een kroeg werken of ik wil in een restaurant werken, dan kan ik in ieder... Precies. Ieder kroeg waar ik langs fiets kan ik werken. Althans, zoeken ze mensen. Ja, ja. Maar wat zou je op ander niveau ermee kunnen dan op dat grote niveau? Nou ja, ik denk het gaat juist om het individuele niveau. Dus ik vind dit een mooi voorbeeld wat je geeft. Dus als jij overal kunt werken, bij elke kroeg, dan zal zo'n kroeg zich natuurlijk moeten afvragen, hoe hou ik jou nou binnen? Is dat door steeds meer te betalen? Dat kan. Kan ik jou dingen laten leren? Kan ik jou dingen laten leren die je misschien niet hier nodig hebt, maar die ik wel voor je betaal? Kan ik ervoor zorgen dat jij het gevoel hebt dat je in een omgeving bent waar jij iets bijzonders bent wat je toe kunt voegen? Want één ding weet je zeker, als iemand anders, precies in dit wat jij nu beschrijft, gewoon beter iets aanbiedt, en dat is bij alle overspannen markten, is dat het geval, gaan die mensen daar naartoe. Daarom zie je ook dat heel veel processen geprobeerd worden om die te automatiseren. Dan heb je al die discussie niet. Nee, als Uber alleen maar zelfrijdende auto's heeft, nou, hebben ze helemaal deze discussie niet. Nee. En dat is natuurlijk het gevaar van het hele gedachte. Dat het veel makkelijker is om de mens uit het proces te denken dan in het proces te houden. Dat voelen mensen. En ik denk dat het dus aan het individu is
maar ook aan die bedrijven. En dat geldt zeker voor middelgrote bedrijven. Als die werkmarkt zo overspannen blijft, dan heb je natuurlijk gewoon kans dat je heel veel organisaties gaat krijgen die mensen niet kunnen vinden. Nee. Hey, maar vind jij nu dat jullie met dit model eigenlijk iets nieuws introduceren? Want ja. is geld niet altijd een belangrijke driver geweest voor mensen om ergens te gaan werken, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, er zijn twee dingen. Eén is, het gaat over je eigen gevoel. Hè? Dus het model en de tooling die wij gebruiken, gaat gewoon over wat jij er zelf van vindt. Mm-hmm. En dus of je veel of weinig verdient, daar kun je een neutraal iets van hebben. Maar zegt iets ook over hoe jij vindt binnen die organisatie. En dus wat ik net ook aangaf, als jij een functie hebt waar je op al die drie gebieden slecht performt, weet je bij, en zeg maar de hele workforce doet dat, dan weet je als organisatie bijna zeker dat het misgaat. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk gegeven. En meestal voelen klanten dat ook en zie je ook dat de innovatie niet komt en dat de mensen weglopen. En dat is toch uiteindelijk waar het om draait. Als je niet de juiste mensen hebt die de juiste dingen doen, heb je gewoon een probleem. Hey, normaal gesproken, als mensen met modellen zou komen, dan betekent het eigenlijk, we hebben iets moois en ongetwijfeld waardevols bedacht. En dan kunnen we gaan we naar bedrijven toe en dan kunnen we zeggen waar ze niet goed op scoren. En dan hebben we consultants en die gaan ze helpen om het beter te doen. Is dat ook jullie business model? Wij zeggen, kijk, één, we willen die boutique nu zijn die we zijn. We hebben een soort 3 jaar plan gemaakt. Klinkt dus ouderwets, maar echt serieus. We hebben gezegd, we nemen een jaar, dat was dit jaar, om ons echt goed te verdiepen waar we het over. We hebben ontzettend veel mensen gesproken, zaken gedaan, et cetera. 2020 is voor ons het jaar waar we gewoon dit uit gaan zetten en echt verfijnen. En daarna willen we het gewoon grootschalen. Dus we hebben gezegd, in 2020 gaan we de 3 elementen die wij belangrijk vinden, namelijk de tooling, het advies eromheen. En dus hoe interpreteer je het, hoe zet je het op en hoe doe je dat als organisatie? En het juiste mensen vinden op managementniveau die dit soort insteken kunnen invullen, gaan we zelf doen. Met de uitbouw naar anderen toe, want uiteindelijk zeggen we, is het natuurlijk aan die bedrijven zelf om dat vliegwiel op gang te brengen. Mm-hmm. En dus het is niet onze basisgedachte om dit een enorme organisatie te bouwen. Zeggen, als wij die tooling kunnen doen, en we kunnen laten zien, als je de juiste mensen aanneemt, hè, die snappen wat er moet gebeuren en waarom dit van belang is, ja, dan hoop je natuurlijk dat er andere organisaties, adviesorganisaties, eigen bedrijven, dit zelf gaan inzetten om het groot te maken. Want dan creëer je namelijk die people-centered economy. Ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk het doel waar we het allemaal voor doen. Ja. Hey, maar als je nu zegt, je begon eigenlijk met het verhaal, wat je ziet gebeuren is bedrijven, hoe ze normaal gesproken snel gaan denken is, we kunnen of automatiseren, we kunnen dingen efficiënter maken. Dat is de manier, dus we hebben minder mensen nodig, dat is de manier waarop we als bedrijf zeg maar succesvol opereren. Dit stuk hiervan zeg je, je hebt een bedrijf, daar werken mensen en die gaan, daar gaan we mee onderzoeken van hoe zij het ervaren en wat we daar beter aan kunnen doen. Ja. Maar dat geldt eigenlijk voor de mensen die ergens al werken. Hoe ga je dat... Dit gat blijft dan nog bestaan, hè? Van die mensen die steeds minder nodig zijn, zeg maar, door de automatisering. En de blije mensen die werk hebben. Wat gaan jullie doen voor die grotere groep? Wat is de grotere groep? Nou, ik denk dat die groter is, zeg maar, waarvan je zegt, er komt steeds, weet je, de automatisering, daardoor zijn er minder mensen nodig. Ja, ja. Hoogovens, status. Nee, precies. Dus daarom zeg ik van, kijk, een van de basiselementen is dat we in sommige van die sectoren zitten een heel raar marktmechanisme omgekeerd. Dus je voor mensen zorgt, hè, wat we eigenlijk het hoogste goed vinden. Mm-hmm. Als je in de thuiszorg werkt, weet je, dan krijg je extreem slecht betaald. Ja. Dat is natuurlijk wel iets wat heel vreemd is. Want eigenlijk zou je verwachten dat als je dat je op al die 3 elementen het hoogst zou scoren als je iets met mensen doet. Ja. In de verzorgende sfeer of whatever. Maar dan word je dus heel slecht betaald. Dus als dat inderdaad zo relevant gaat worden, en wat wij natuurlijk met z'n allen hopen, zal dat ook beter betaald moeten gaan worden. Want als je niet banen gaat creëren waar mensen met elkaar of innovatie doen, of zorgen dat er een betere service komt, of beter bij elkaar komen, ja, de meeste andere dingen kun je natuurlijk automatiseren. En in principe kun je bijna alles automatiseren, maar dat is niet de maatschappij die we willen. Dus wij zeggen, besef nou dat als je dat menselijke element op zijn waarde kunt zetten, als je mensen ook optimaal kunt inzetten wat ze doen, dan moet je wel mee beginnen. Dat is een klein stukje wat wij nu doen. Kijk nu waar ze staan. Want dan weet je in ieder geval, als ze heel happy zijn, nou, dan hoef je even geen zorgen te maken. Dan loopt het waarschijnlijk allemaal. En die mensen die natuurlijk uit dat proces gaan,
Ja, daar zal het ongelooflijk van belang zijn. Dat is een ander stuk van de discussie natuurlijk. Om erachter te komen, wat kunnen ze nu? Wat zouden ze eventueel kunnen in die banen waar... wat zouden ze moeten leren om te kunnen die banen die ze nu niet aankunnen? En de hoop is, en dat is ook wat uit die onderzoeken komt, dat die productiviteitsstijging ook voor extra werkgelegenheid zal vinden. Dus de grote, als dat klopt, als je die positieve toekomst ziet, dan is de belangrijkste discussie eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat mensen van A naar B komen? Mm. En moet je ze reskillen? Moet je uitzoeken wat ze doen? Ja. En dat is bijvoorbeeld een van de discussies die we vandaag hadden ook, is van, nu worden de meeste mensen in de organisatie getraind voor wat ze in die organisatie moeten doen. Eigenlijk zou je mensen überhaupt moeten trainen om ze beter te maken, meer waardevol voor zichzelf, binnen of buiten die organisatie. En want als je dat alleen maar doet voor je eigen organisatie, op het moment dat ze eruit gaan, ja, dan hebben ze gewoon een probleem. En dat hele idee dat je daar voor een deel zelf verantwoordelijk voor bent, en dat je daar misschien zelf ook in moet investeren, ook daar ligt weer een enorme economische groeikans. Maar mensen vinden dat lastig nog in Nederland. Die gaan ervan uit, de werkgever betaalt mijn training. Ik steek daar zelf niks in. Mm-hmm. Dus als je zou zeggen van, ik heb, dus stel ervoor dat je ergens werkt en je weet er moet eruit. Je hebt die tooling van ons ingevuld. Zeg, nou ja, betalen is prima, maar ja, dan ben ik het daar kwijt. Leren, ik leer eigenlijk niets voor later. En die purpose zal dan ook wel onderaan dwarrelen. Nou, dan weet je voor jezelf, ik moet iets gaan doen om 1, weer mijn geld te kunnen verdienen. En 2, als ik dat niet vanzelf kan, hoe ga ik dan zorgen dat ik dat leerstuk ingevuld heb? Moet ik dat zelf doen? Gaat het met de organisatie erbij helpen, et cetera, et cetera. Nou, dan heb je ook weer een heel groot stuk economie gecreëerd. Ja. Hey, vraag die Roland eigenlijk normaal gesproken altijd ergens stelt aan het einde van, waar wil je over 3 jaar staan? Wat wil jij bereikt hebben over 3 jaar? Nou, ik denk wat ik al zei van, volgend jaar is dit echt goed fijnslijpen. Het is met grote, middelgrote, snel groeiende en krimpende organisaties gewoon dit doen. Kijken welke de meest relevante vragen zijn, zodat we weten wat je kunt doen. En als we die index goed krijgen, dan hopen we dat het echt een motor kan zijn voor dit soort bewegingen. En dat je er heel snel achter kunt komen, waar sta ik als individu? Waar sta ik als individu binnen de organisatie waar ik zit? Die organisatie kan het vanuit zijn management en de organisatie terugkijken, hoe staat mijn organisatie ervoor? En we hopen dat dat zeg maar een enorm vliegwiel creëert om te zorgen en dat mensen gewoon de dingen doen waar ze goed in zijn, of die gaan doen waar ze goed in zouden kunnen zijn. En als jij nou terugkijkt in je eigen, naar je eigen werkende leven, zeg maar bijvoorbeeld toen jij directeur van het ANP was. Ja. Als je nu terugkijkt, had je dit soort instrumenten, had het je geholpen? Absoluut, want wat ik bijvoorbeeld aan mezelf gemerkt heb, is dat, weet je, ik verzuip dan toch in het werk. Hè? Dus ik verzuip er niet in, maar dat is dan allesomvattend. Ja. Terwijl als je zeg maar zo'n test voor mezelf had gedaan, dan had ik gedacht, hé, maar weet je, dit is niet eeuwig en dat wil ik ook helemaal niet. Hè, maar wat ga ik hierna doen? Ja. En wat ik nu gezien heb, ja, dus het is even heel persoonlijk. Dan merk ik, oké, dan kom je in die volgende fase. Nou, dan is het, dan kun je prima bedenken wat je wil leren, wat je wil doen. Maar dat had me heel erg geholpen. Het tweede, denk ik, wat me ontzettend had geholpen, is als ik die tooling had kunnen inzetten. Want dat had namelijk heel veel zaken binnen zo'n organisatie veel makkelijker bespreekbaar gemaakt. Dan zegt, kijk, we hebben een bepaald aantal middelen. Meer hebben we niet. We zien wat er uit de organisatie terugkomt. Hoe de scores zijn. Ik denk dat een heel goed middel was geweest om heel veel dingen bespreekbaar te maken. Ja, het zijn eigenlijk handvaten om het gesprek aan te gaan. Ja. Ja. En omdat het heel vaak over hele andere dingen gaat, hebben ze gezegd, dit zijn volgens ons echt de 3 belangrijke dingen. Kun je, wat is je leren en wat is je potentieel? Wat is je verdienen? En een derde is, weet je, hoeveel geef je terug? En dat zie je ook, zeg maar, in algemene beloningen. Het verschil tussen bedrijfsleven en stichtingen, et cetera. Nou ja, dan zie je dat, zeg maar, in die stichtingen gewoon slechter betaald wordt dan in het bedrijfsleven. Maar ik durf te wedden, als we dat wat vaker hebben, nu een paar geprobeerd, dan zie je dat ook terug. Hè? Dus het teruggeven aan de maatschappij is enorm hoog bij zo'n stichting vaak. En dan zeggen ze, nou, 8 of 9 zitten ze. Verdienen vinden ze zelf meestal toch wel oké, maar eigenlijk aan de weinige kant. En het leren, nou ja, dat wisselt dan een beetje. En vaak zie je in een commerciële, bedrijfsmatige omgeving dat ze betalen, nou, dat zit wel goed.
Het leren is heel erg afhankelijk van waar je bent. Dus we zien dat bijna in geen enkele organisatie trainingsbudgetten bijvoorbeeld opgemaakt worden. Mm-hmm. Elk jaar is daar weer een enorm overschot, omdat het niet lukt. Dus dat kunnen we niet eens goed voor elkaar krijgen. Ja, en ik denk in veel organisaties is de vraag wat geven we eigenlijk terug aan de maatschappij best wel een grote vraag. En dan is toch dat mensen zich heel erg concentreren op wat verdien ik dan uiteindelijk. Ja. Daar moet je het voor hebben. En dat soort inzichten, nou ja, ik denk dat het een hele interessante vraag is die je me net stelde, zou mij toen heel veel en ook gebracht hebben. Ja. Ja. Oké, super. Het half uur zit er alweer op. Ja. Guido, gaat snel, man. Gaat snel. Maar ja, goed, we zaten eerder naar een filmpje te kijken op YouTube met Vincent Evers. En daar moest je sneller gaan praten. Dat heb je dit half uur niet kunnen doen. Ontzettend bedankt. Veel succes ermee. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab natuurlijk voor de gastvrijheid. En ik ga zo even tussendoor kijken. Want zo direct nog een nieuwe uitzending hier natuurlijk als je live kijkt. Maar hoe het bij Stekel staat, of die blij is, of dat hij droevig op de tribune van de Arena staat. Dankjewel.